Oké. Hoe zit het voor jullie in de liefde? Wel. Bedoel je? Ja, ik bedoel van, kijk, jullie hebben dus iets aan je lichaam gedaan. Ja. Wellicht hadden jullie al een relatie daarvoor en is het gewoon verder bestaan, maar misschien ook niet. Je had al een relatie. Ik, zeg maar, ik had toen al een relatie, ja. Twee jaar zat ik er toen al in en daarna had ik nog steeds die relatie. Wat ik wel erover kan zeggen of wil zeggen, zeg maar, is dat je wel een partner moet hebben die secure is. En die comfortabel is met wat de gevolgen zijn van een operatie. Weet je, dus los van jullie relatie met elkaar, maar gewoon hoe de wereld op jou reageert. Ja. Jij moet een partner hebben die secure is. Ja. Want niet elke man kan het handelen. Elke man wil het hebben, een vrouw die er zo uitziet. Maar niet elke man kan het echt handelen dat werkelijk iedereen zijn vrouw als een lust op je gaat zien. Ja. Je moet echt zelfzeker de man zijn. Ja. Ja. Weet wat je partner aandoet. Jullie beantwoorden gelijk mijn vraag, want... Ja. Zijn dus relaties nu kapot? Of? Ja, van mij wel. Tuurlijk, maar je bent ook een whole another woman. Het is een onderdeel van. Er komt een beetje onrust bij kijken, zeg maar. Ja. Niet meer opeens, weet je, niet meer echt vertrouwen opeens. Terwijl misschien daarvoor vertrouwde hij me wel, maar toen leek ik nog op. Nou ja, ik weet nog niet, maar bewijs ervan. Snap je wat ik bedoel? Nu opeens is het, ik doe hetzelfde, maar nu opeens heb je iets van... Oké, nu ga je dat doen. Weet je, dus er komt iets meer onzekerheid bij kijken. Okay, ik ga niet zeggen dat het daardoor is, maar het heeft wel een rol gespeeld ook in... En vooraf, heb je vooraf dan wel gesprekken met hem over die operatie en hoe het misschien kan zijn? Of heb je dat helemaal niet gehad? Nee, want ik wist zelf niet dat het zo'n groot verschil zou zijn, zeg maar. Ja. Weet je, en ik bedoel, eind van de dag, ik heb wel altijd aandacht gehad, want ik ben gewoon eenmaal groot en mensen weten gewoon wel wie ik ben. Maar de manier hoe dat is veranderd nadat ik mijn lichaam had gedaan, is wel... Like, 100. Ik praat niet over een klein beetje alleen. Het is gewoon van, je komt binnen en iedereen weet gelijk van, zie hier, weet je. En dat is toch wel iets waar jij gewoon oké mee moet zijn. Kijk, sommige mannen zeggen van, ja, ze is van mij. Weet je, ze voelen zich gewoon lekker erin. Maar anderen denken van, nee man, alleen voor mij moet je eigenlijk zo. Ik wil niet dat mensen dit zien. Ja, maar even, spijt heb je misschien niet of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar heb je wel niet het gevoel van, hey, misschien als ik dit had geweten, dat dit het effect zou zijn, dat ik het beter met hem had afgestemd zeker, of beter zeker. Had besproken. Dat wel. Ik had het zeg maar, als ik zelf wist, maar ik wist het ook niet, dat is nieuw, had ik hem beter misschien kunnen voorbereiden van, oké, schat, kijk, zo en zo, maar weet gewoon eind van de dag, het is gewoon jij en ik, weet je zo, maar dat is achteraf, weet je. En uiteindelijk, het leven gaat verder. Maar er zijn genoeg kijkers die nog niet in die situatie zitten, dus die dit misschien wellicht mee kunnen nemen, hoor. Nee, zeker, weet je, zorg gewoon dat je man of je vrouw altijd gewoon veilig laat voelen, gewoon van, er verandert verder niks, weet je. Het is ook echt voor je mentale situatie. En dat moet je echt gewoon proberen duidelijk uit te leggen. Dat het niet alleen, natuurlijk is leuk, mooi meegenomen, je ziet er spang uit, maar gewoon dat je ook echt voor je eigen gevoel doet, weet je. Want het is echt hoe je wakker wordt, jongen. Hoe jij je dag begint is zo anders als jij gewoon weet dat je die body hebt wat je wilt. Ja. Hoe fijn is dat? Mm-hmm. Ik heb al mijn blazers verbrand. Mm-hmm. Dat ik mijn buik altijd ging verstoppen, zo. Ik heb alles verbrand. Ik dacht, ja man, ik ben er klaar mee. Vrijheid verbrand gewoon. Ja, ceremonie gewoon. Maar van afscheid. Gewoon, ja. Ja.